De tweede editie van de Marowijne Agri & Food Beurs wordt grootser opgezet. Met deze beurs brengt Stichting Soil Maison Kundre producenten, afnemers, consumenten, kunstenaars en kennisinstituten bij elkaar om de economische potentie van Marowijne in de schijnwerpers te plaatsen. Soil Maison Kundre is een stichting die in het resort Matamaka een modelboerderij heeft opgezet om de lokale boeren te helpen op innovatieve wijze te produceren. Een van de werkarmen van Soil Maison Kundre is het Green Port Marowijne project, waarbij stagiaires van de Technische Universiteit Delft een bijdrage leveren aan het oppakken van de economie van Marowijne. Paul van Wiegen en Anne Roebroek zijn twee van de stagiaires die nauw betrokken zijn bij dit project. We willen eigenlijk, Sirocco was één heel groot bedrijf in de regio. En je hebt nu nog Patamaca van de palmolie. En je hebt de Merian Mine voor goud. En wij willen eigenlijk niet meer een heel groot bedrijf op gaan zetten om dat gat te vullen. Maar allemaal kleine ondernemingen die zich dus in die sectoren specialiseren. Dus in de landbouw, in de creativiteit, in het toerisme. Om uiteindelijk met die kleine ondernemingen weer heel veel werkgelegenheid te creëren. En dat dus langzaam groeiend te krijgen. En dit jaar zal ook dus toerisme en de recreatieve sector aan bod komen. En er komen zowel mensen uit Paramaribo, maar ook vooral uit Mungo en uit Marowijne. Die kunnen allemaal hun diensten en producten dus aanbieden op die beurs. En de beurs zal eigenlijk als platform dienen om kennis uit te wisselen, maar ook als ontmoetingsplaats te dienen tussen allemaal verschillende bedrijven. En wat willen jullie precies gaan bereiken met die beurs? Ons doel is dat er heel veel mensen vanuit heel Suriname naar die beurs komen. En alle mensen die dus hun producten presenteren op die beurs, zo kunnen laten zien wat ze doen en zo hun eigen handel stimuleren en in contact komen met mensen die ze verder kunnen helpen. Tijdens de beurs zullen de studenten van TU Delft in het kader van hun afstudeerrichting internationaal ondernemerschap ook hun eigen bedrijfje openen. Het bedrijf krijgt de naam Uit Eigen Kas en zal goedkope houten landbouwkassen produceren. Deze onderneming zal houten kassen verkopen. Die kassen zullen ongeveer 8 bij 14 meter breed zijn. En bij het opzetten van die kassen gebruiken we al het materiaal uit Mungo, uit Marowijne. En zullen we dus niks importeren behalve het landbouwplastic. Ook zullen we alle werkgelegenheid in Mungo willen verschaffen. Dus alle mensen die samenwerken met ons komen ook uit Mungo, Marowijne. Dat is eigenlijk een langlopend project al. Zo zijn er al verschillende kassen opgezet in Marowijne. En wij zullen nu ervoor zorgen dat ook mensen kassen kunnen kopen. En ons bedrijf zal worden geopend op de beurs, dus op 18 januari. Vanaf 18 januari kan iedereen een kas kopen. En dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als dat gebeurt. We zijn ook in Mungo bezig met het opzetten van een locatie waar dus ook kassen gebouwd worden. Daar kunnen mensen dan naartoe om begeleiding te krijgen van hoe moet je nou telen in kassen, want wat is dat nou precies? Valerie de Vlam, een van de stagiaires van TU Delft, die in het kader van het Green Port Marowijne project meehelpt aan de tweede editie van de Marowijne Agri & Food Beurs. De beurs die volgende week donderdag in Mungo wordt gehouden, is een initiatief van Stichting Soil Maison Kundre.